Dag beste verkoper, ik ben Jan Roe van Ree en ik bestudeer al 25 jaar de beste verkopers. In mijn podcast met topverkopers krijg je inspiratie van de beste. Op basis van het redselingconcept selecteer ik zorgvuldig deze topverkopers voor jou. Deze keer een manager van topverkopers. Zo wordt het elke keer weer een boeiende ontdekkingstocht met veel verkoopinspiratie. Vandaag zit ik rond de tafel met Jesse Marijnen van Bureauform, een topdrukkerij uit Mechelse. Jesse, hartelijk welkom. Dag Jaro, fijn dat je bent. Ja, laten we eens beginnen aan het begin. Wel, vertel eens over jezelf als ondernemer, verkoper, manager. Fijn dat je het vraagt. Ja. Ik ben ondertussen al 10 jaar actief binnen Bureauform. Ja. Ik heb ook al het geluk gehad om alle facetten van het bedrijf hier mee te maken. Mm-hmm. Van productie tot administratie, tot verkoop, tot manager. Ja. Dat geeft mij wel in staat alle technische bagage hebben meegekregen te hebben om eigenlijk ook vanuit dat standpunt zaken te gaan aanbieden. Ja, ik wil zeggen dat als je tegenover een klant zit, dat je exact weet waar alles over gaat en heel snel kunt... Zeker niet. Nee. Ik heb ook het proces als verkoper met de harde hand geleerd. Ja. Door eigenlijk ook eerst mijn buikgevoel te volgen en doende ook omdat wij, zal ik zeggen van, Jesse, ga maar de baan op, verkoop maar, verkoop drukwerk. Ja. Er was heel weinig omkadering rond in dat facet, ja. Waardoor ik ook heel vaak op bepaalde bergen liep, zal ik zeggen, waar ik heel rap terug naar beneden viel. Ja. Nu, dat is iets wat heel veel verkopers meemaken natuurlijk, dat is, je loopt ergens tegenaan en in het begin is dat niet zo gemakkelijk. Maar wel essentieel is wat gezegd is, je volgt je buikgevoel. En ja. Dat is iets wat we merken bij heel veel goede verkopers, dat ze in de eerste plaats hun buikgevoel volgen. Ja, inderdaad. Ik merk wel in het begin van mijn traject als verkoper dat ik heel veel uren moest maken met een geringe output. Elke keer kwam ik van een gesprek, zal ik zeggen, terug en stel ik me de vraag van oei, dat is absoluut toch niet goed gelopen wat ik nu heb gedaan. Mm-hmm. Er was ook toen een, ik zal het nooit vergeten, we hadden toen een mooie showcase map waar allemaal drukwerk in stak. Mm-hmm. En ik dacht van ja, ik ga ons topdrukwerk meenemen naar de klant, laten tonen wat wij allemaal kunnen en vooral zelf zeggen van hey, dit zijn wij, dit kunnen wij en kijk eens wat wij allemaal kunnen. Mm-hmm. Wat je eigenlijk merkt is, along the way, is dat je eigenlijk een soort, dat je producten begint op te dringen en eigenlijk niet luistert naar wat heeft mijn klant nu eigenlijk nodig. Mm-hmm. Ja. Wat is nu eigenlijk hetgeen waarvoor de klant mij uitnodigt en wat is nu eigenlijk hetgeen wat de klant bij mij zou willen kopen? Of eigenlijk nog het beste, wat wil de klant nu eigenlijk? Ja. Eigenlijk, nu is het interview eigenlijk al waardevol geweest. We kunnen hier al afronden eigenlijk, want dat is de essentie waar het over gaat. Te veel verkopers willen nog altijd met hun mooie product uitpakken. En je hebt een mooi product, hè? En dat slaat aan, maar het is niet omdat je erover praat, dat die klant daar dan ook wil instappen. Zeker niet. Ja. En wat ik eigenlijk daaruit verder geleerd heb, en wat wij nu eigenlijk allemaal met ons sales team ook in praktijk brengen, is dat... ik merk bij heel veel verkopers die hier starten en vanuit het... Kijk, ik vind verkopen persoonlijk één is een beetje een gevoel van wie ben ik zelf? Ja. En anderzijds gebaseerd op een paar theoretische modellen. Ik heb geleerd dat je eigenlijk, hetzelfde met die showcase map, die map vind je, zal je vandaag nooit meer bij mij terugvinden. Vandaag ga ik met een naamkaartje naar een klant die mij gegevens heeft en laat ons eerst eens praten over wie... Ja. Heb ik voor mij, los van dat je natuurlijk eerst in fase wel een bepaalde voorbereiding kunt doen, maar luister eens naar die noden van die klant en kom daarna met een gepersonaliseerde showcase map, bij wijze van spreken. Ja. Wat wel interessant is, je zegt twee dingen. Wie heb ik voor mij, dat is de persoon, en anderzijds, wat heeft die nodig? Ja. En je hebt dat ook in die volgorde gezegd, misschien bewust of onbewust, maar dat is waar het in verkopen blijkbaar toch over gaat. Wie heb ik voor mij in de eerste plaats? En dan pas, wat wil die klant hebben? En dat is, ik denk een mooi voorbeeld van afgelopen week is dat ik met mijn collega-verkoper naar een redelijk grote account ging. Ja. In de eerste fase ga ik nog altijd mee ter ondersteuning. En in de autorit daar naartoe, dan vroeg ik van, wie hebben we eigenlijk voor ons? Ja. Ah, dat weet ik niet, zeg je, maar in deze moderne tijdperk, hoe kan je nu niet weten wie je voor je hebt? Is dat een dame die... welke opleiding heeft die gevolgd? Hoe lang is hij al bij het bedrijf? Waar is haar geschiedenis uit? Dat zijn allemaal eigenlijk vragen die meer eigenlijk om de persoon in kwestie draaien dan om hetgeen wat je eigenlijk wilt gaan verkopen in fase 1. Ik heb een beetje geleerd afgelopen tijd door verschillende facetten
dat verkopen, het woord op zichzelf heeft niet altijd de charme mee dat het zou moeten zijn, ja. vind ik persoonlijk. Het is ook al het oudste groep dat ooit tot nu toe bestaat, verkopen. Dat gaat om mensen, dat gaat om een relatie. Mm-hmm. En alles wat je aandacht geeft, groeit. Ja. Ja. En het principe wat ik daaruit meeneem, is dat als je je klanten de nodige aandacht geeft, mm-hmm. ja, dan groeit er iets. Ja. En we kiezen dan voor een lange termijn relatie. Mm-hmm. En sommige verkopers willen echt schieten op die one-shots. Ja. Ja, ik denk dat je een paar dingen tegelijk zegt. In de eerste plaats, als je je klant niet kent, en je hebt zoveel middelen, je moet maar op LinkedIn gaan kijken en weet wie die persoon is. Ja. En veel verkopers, die zien wel even, wie is die persoon, ken ik zijn gezicht. In plaats van daarin verder te zoeken, gaan ze zoeken in wat doet dat bedrijf allemaal. En ze focussen te veel op het bedrijf, niet meer op de persoon. En anderzijds, we zitten in een digitaal tijdperk, hè. Je kunt overal bij, je kunt alles op elk moment voor elkaar krijgen. Als iemand weet, van, heeft hij gestudeerd, waar komt hij vandaan? Dat is anders. En die one-shot, je hebt enerzijds verkopers die voor de one-shot gaan, en je hebt dan helemaal aan de andere kant die te voorzichtig zijn en helemaal niks krijgen. Ja. En je moet er eigenlijk zo precies die gulden middenweg weten te vinden, van toch die deal rond te krijgen, die eerste deal, en dan die lange termijn relatie voor elkaar te krijgen. Dus, ik denk, mijn mooiste voorbeeld is gebaseerd op toen in de tijd dat ik gewoon puur sales deed. Ja. Ja. En ik was al, denk ik, 8 maanden aan het werk op mijn account. 8 maanden? 8 maanden. Ja. 8 maanden. Oké. Okay. Ja. Maar omdat je ook gewoon voelt van, geef niet op. Ja. Consistent zijn, niet opgeven en blijven doorgaan. Ik denk dat ook op dat vlak, om direct terug te komen op mijn verhaal opnieuw, is dat ik ook heel veel zie dat de ontmoediging rap in de schoenen kruipt, waardoor het gevoel gegeven wordt, of zelf aan mijn eigen, van ik moet hier met een lode blok verder gaan naar die klant, terwijl de meeste verkopen worden gemaakt na de 8e contact. Ja. Ja, er zijn nog mensen die dat zeggen, het duurt 6 tot 8 contacten in een zakelijke verkoop. Ja. Tenminste, als je jouw type producten verkoopt. Er zijn ook mensen die zeepen verkopen, die moeten van de eerste keer binnenkomen en 10 minuten later een bestel doen voor zeep hebben, maar zo werkt dat niet voor u. Voilà, inderdaad. Ik denk dat natuurlijk altijd, ik praat nu uit mijn persoonlijke, persoonlijke sector, hoe dat wij dingen aanvoelen. Ja. Zoals ik net zei, ik heb ook 8 maanden op een account gewerkt, waardoor wij ook perfect gewoon van, ja kijk, vraag prijs en we gaan voor die prijs, terwijl wij altijd zeggen van kijk, wij zijn ook niet de goedkoopste. Ja. Dat is iets wat ik zeg altijd tegen mensen, als je de goedkoopste bent en er is iemand die goedkoper wordt, dan ben je al je zaken kwijt. One shot. En dan heb je een one shot gehad. En anderzijds, maar het is toch niet zo gemakkelijk altijd om die hogere prijs te verdedigen. Nee, zeker was het niet. Ik denk dat we daar ook heel veel voorbeelden van hebben gehad, waar wij ook uit geleerd hebben. Ja. Wij merken vandaag in ons type product en in onze sector, en in ons type bedrijf, want dat is het belangrijkste, onze cultuur, zetten wij heel hard in op de relatie met de mens. Mm-hmm. De relatie met onze toekomstige klant, potentiële klant, potentiële lead. En dat is een heel grote, heel diepe investering ook, want je kan dat ook niet bij iedereen gaan doen. En je hebt inderdaad, op welk potje past welk deksel? Ja. We moeten ook durven nee zeggen. En dat hebben wij ook meer geleerd afgelopen jaren. Ja. Leer nee zeggen. Waarom? Omdat ik ben een mooi voorbeeld ervan. Ja. Ik wil altijd iedereen verder helpen. Mm-hmm. Okay. Ja. Maar dat creëert ook dat je klanten soms verder helpt, die de anderen veel beter kunnen verder helpen voor een veel betere kwaliteit en voor met een veel betere service enzovoort. Maar dat jij denkt van, ik moet die verder helpen en ik verkoop iets wat ik eigenlijk niet zou mogen verkopen, omdat ik eigenlijk mezelf probeer te helpen op lange termijn en niet met een klant. Ja. Maar dat is een verleiding voor veel verkopers, hè? Ja. Zeggen, oké, eigenlijk heb ik weer een klant en eigenlijk moet je nee zeggen. Ja. En vooral verkopers die op commissieloon werken, dat is niet gemakkelijk, hè? Dat is niet gemakkelijk. Dat is niet gemakkelijk. En je kunt ze moeilijk belonen om nee te zeggen, hè? Nee, inderdaad. Inderdaad. Dus dat is nog een andere paar mouwen van hoe verloon je verkopers. Ja. Maar dat is, dat is niet in de essentie van dit gesprek, denk ik. Ja, het is wel interessant om er nog een keer over te hebben op een ander moment. Want het is een, weet je, je hebt twee soorten verkopers. Je hebt degene die gewoon graag hun werk doen en je hebt degene die het voor het geld doen. En degene die het voor het geld doet, pas op, dat is ook een goede verkoper daarom. Mm-hmm. Maar die moet je af en toe in toom houden. En degene die het niet genoeg voor het geld doet, die moet je af en toe aanmoedigen van toch voor het geld te gaan. Het is een... Ik bekijk die zaken als een beetje een eindige mindset en een oneindige mindset.
Als je puur gaat voor ik wil er financieel van beter worden, dan help je puur jezelf en niet je klant. Nogmaals, ik praat uit mijn persoonlijke ervaring en hetgeen wat wij hier doen en wij willen zijn voor onze klanten. Of kies je voor die lange termijn relatie waar je gaat inzetten op de klant en echt eens gaat proberen te voelen van hey, wie heb ik nu eigenlijk voor mij en hoe kunnen we hem verder helpen? Ja. Goed, maar dan komen we terug tot de basis. Je bent met mensen aan het spreken en je wilt mensen persoonlijk verder helpen, waardoor je natuurlijk ook hun bedrijf verder helpt. Hè? Uiteraard. Aan de andere kant, ja, de klant heeft veel alternatieven op vlak van productniveau. Ja. Ik denk dat iedereen met dezelfde goede machines werkt vandaag. Zijn er niet veel slechte drukkerijen meer in de wereld, vermoed ik. Absoluut niet. Nee, en dan gaat het vooral over, klikt die klant met ons, klikken we met hem? Kunnen wij leveren wat die precies op dat moment graag wil hebben? En gaat het niet meer over... Wel, en dat is eigenlijk voor mij persoonlijk afgelopen jaren de belangrijkste les geweest, is niet van je verkoopt een product, maar werk eigenlijk aan die relatie, want alles wat je aandacht geeft, dat groeit. En de kwestie is, als je ervan uitgaat of met die zin altijd vooraan in je hoofd blijft projecteren, zal ik zeggen, dan ga je ook anders benaderen. Als je nu je relatie met een klant als een liefdesrelatie bekijkt. En je komt eigenlijk tot de constatatie dat, stel je voor dat je vriendin geen aandacht meer geeft en een ander doet het wel. Ik denk dat dat een hele sterke is wat je nu zegt. Ja, je moet mensen blijven aandacht geven. Ja. En dat, of het nu de vriendin is of het is je klant, maakt eigenlijk heel weinig uit. Maar het is zelfs zo dat door aandacht te geven aan iets groeit dat zelfs. We hebben het ontdekt, als je planten aandacht geven, groeien ze zelfs beter. Dus, well, ja, ik vind het een hele mooie. Je zou ook zien dat in onze sales team zat die zin ook op hun whiteboard. Ja. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Ja. En dat is zo met leveranciers ook, dat is met klanten zo, dat is met je eigen medewerkers zo. Ja. Goed, maar dat wil zeggen dat je in je sales team ook die mensen moet opnemen die dat doen. Hè? Want de valkuil is weer van dat je straks iemand krijgt die denkt, moet toch weer kort door de bocht. En dan... ja. En zoals je zegt, hè, vandaag is elke drukkerij is een topdrukkerij. Elke drukkerij vandaag moderne machines die super mooi drukwerk maken, die super goede service bieden. Hè. Ik denk dat vandaag allemaal standaarden zijn waar je vandaag niet het verschil meer maakt of wat dat geen meerwaarde is voor een potentiële klant. Ja. Om te zeggen, want ik lever kwaliteit. Ik denk als je het niet doet, dan zijn er niet meer. Ja. Dus de vraag is van... Het is eigenlijk wel leerrijk ook voor andere sectoren. Sommigen denken nog altijd dat ze unieke producten en diensten hebben, maar ik zie niet veel sectoren waar dat nog het geval is. Nee. Mensen zijn allemaal marktconform vandaag. Je kunt u niet permitteren om niet marktconform te zijn. Dat is wel... ja, misschien daar toch nog een andere vraag in. De deal rondkrijgen, is dat een uitdaging voor jullie als bedrijf? Of komt die vanzelf op een bepaald moment? Of moet je daar toch nog een keer zeggen, door tijd dat we iets gaan doen samen? Ik denk, alles wat vanzelf komt, dat blijft niet lang. Okay, dat is één. Tweede, een deal rondkrijgen is ook een kwestie van de juiste vragen stellen en weten eigenlijk wat de klant wil en weten wat voor hem cruciaal is om een beslissing te nemen. Ja. Ik denk dat die vragen ook te weinig worden gesteld of durven gesteld te worden. Is van, wat heb je ervoor nodig om een beslissing te nemen en tegen wanneer zie je die beslissing? En, en hoe zit het beslissingsproces bij jullie in bedrijf? Hoe gaat dat eigenlijk net? Heb ik hier wel de juiste persoon voor mij? Er gebeurt ook heel veel dat je denkt van, ik heb hier de juiste persoon voor mij, ik weet wat ik aan het doen ben. En uiteindelijk besef je eigenlijk dat er op 3 niveaus hoger wordt beslist, waardoor eigenlijk heel dat traject anders kon inschatten. Ja, ja, dat is een van de dingen die mensen vergeten. Ik moet de kwaliteit inschatten van mijn contact, de kwaliteit van het beslissingsproces bij die klant. En als je er ene mist, dat loopt falikant af. Ja. Ik heb vorige week, was op televisie iemand, en die gaat naar een groot project en hij wil indruk maken op de beslissingnemer en hij komt met de helikopter toe. Maar blijkt dat het niet de beslissingnemer was, maar een ander. Ze hebben dus indruk gemaakt op de verkeerde. Al dat geld verloren. Ja. Alhoewel, niet eens een goed plan is volgens mij om met een helikopter te landen bij een klant. Maar... afhankelijk van het doelpubliek. Maar dat is gewoon één kleine vergissing. Je hebt heel veel tijd geïnvesteerd, geld en middelen geïnvesteerd voor niks. En als dat beslissingsproces, als je weet, ik moet daar niet instappen, want dat loopt niet goed, want dat beslissingsproces eindigt bij de laagste prijs, ja dan moet ik weggaan. Hè? En dan moet ik niet al mijn tijd erin steken. En, maar veel verkopers stellen die vragen net niet, omdat ze het, zoals ze zelf zegt, niet durven. Hè? En op een bepaald moment moet je ook die deal vragen. En die vraag die je er juist stelt van, was er nodig om te kunnen beslissen,
Als iedereen die vraag nu een keer elke dag 10 keer stelde, hè, dan had het tenminste een heel andere wereld en dan ging dat sneller vooruit. Dan gaat alles veel sneller vooruit en dan heb je ook natuurlijk als verkoper een veel duidelijker zicht in, zit er nog toekomstig potentieel in en we gaan hier kunnen verder gaan, ja of nee. Ja. Ik zie heel veel verkopers die in hun verkoopsactiviteiten zitten bij een klant. Het was een super gesprek en we hebben gepraat over alles. Allee, vooral de verkoper heeft dan gesproken over hoe het bedrijf is en wat je wilt. En uiteindelijk heeft hij mij geen profiel kunnen schetsen van het bedrijf of van de persoon voor hem. En dan weet ik eigenlijk hoe dat gaat eindigen. Ja. Meestal. Ja. En dat is een belangrijke les voor die verkoper als hij dan leert. En ik kan die weer verder met op een andere manier te werken. Ja, zeker en vast. Maar ik ken inderdaad verkopers die al 20 jaar alleen maar praten. Hè. En dan is mijn vraag, oké, waar kom je uit? En er is een Amerikaanse sales expert die zegt, op het moment dat je begint over je product of over je bedrijf, begin je de klant te verliezen. Omdat hij aandacht moet geven in plaats van dat hem aandacht krijgt. En dan komen we terug tot je basisprincipe. Ja. Hè? Ik vind dat het een heel mooi voorbeeld ook. Iedereen kent toch het gevoel, hè? Als je een keer eens je gevoels of je emotie of je verhaal kunt vertellen tegen een goede vriend of een vriendin als je een keer samen gaat eten. En je kunt de hele tijd babbelen over iets, omdat je echt iets moet kwijt wilt. Ja. Als je dan van tafel gaat en gaat naar huis, ga je toch een ongelooflijk gevoel. Ja, tuurlijk. En ik denk ook dat dat het geheim is van verkopen. En ik denk het enige moet zijn, van ik moet voldoende vertrouwen krijgen van die klant, zodat die tegen mij graag wil gaan spreken. Ja. Want soms durven ze niet spreken, omdat ze weten, je bent een verkoper. Als ik nu mijn geheimen vertel, gaat je ze tegen mij gebruiken. Ja. Dat is het vertrouwen dat dikwijls ontbreekt. Ja. Dus eigenlijk, als je hem jezelf ziet in alles wat we eigenlijk zeggen, of toch ik aanvoel, en jij ook, dat verkopen gaat om het menselijke aspect, gebaseerd op een paar theoretische zaken die u kunnen helpen om een deal te sluiten. Tuurlijk. Ik denk het enige niet-menselijke aspect is dat je een offerte moet maken, soms. En dat is eigenlijk gewoon een heel droog document met een aantal eigenschappen en producten en prijzen. Ja, dat klopt. Dus het enige aspect wat ik noem is een zakelijk serviceaspect. Ik moet dat nu eenmaal doen, zelfs dat is niet altijd nodig, hè, maar mensen moeten ergens toch wel een prijs weten met specificaties, want anders komt dat niet goed. Ook daarover, hè. Daarover moeten we ook wel beseffen dat, omdat ik nu natuurlijk in een verhaal zit waar ik een overkoepelende functie heb en dit allemaal zie, succesvol verkopen hangt ook af van hoe succesvol is mijn back-office. Ja. Want je kunt als verkoper heel veel zeggen van, hey, dit, en ik kom heel vertrouwd en heel snel over en ik kom heel capabel over in dit stukje. Maar als je dan ziet dat de prijs, zal ik zeggen, 3 dagen moet wachten of 4 dagen moet wachten, of zelfs, dat zal bij ons al not done, dan kom je natuurlijk wel in discrediet alvorens je begonnen bent. Maar dat betekent dat je hele bedrijf moet achter je staan. Hè? Dus wat eigenlijk de volle conclusie is dat eigenlijk heel je bedrijf moet gebaseerd zijn op iedereen moet onze kant kunnen verder helpen. Ja. In essentie kunnen we eigenlijk zeggen, het gaat over de mensen aan de andere kant. En onze kant gaat het over ook alle mensen die hier zitten. Hè? En onthouden dat alles wat je aandacht geeft, groeit. Ja. Jesse, het was mij bijzonder interessant en leerrijk. Ik wil u bedanken voor al die ongelooflijke inspiratie die je weer meegegeven hebt. En ik hoop dat de mensen weer begrepen hebben dat het gaat over die mensen aan de andere kant. En als je daar als verkoper rekening mee houdt, dan kun je heel ver geraken. En wat ik er ook uit geleerd heb, is die voorbereiding. Dat je weet met wie je aan tafel gaat zitten, welk beslissingsproces er is. En ook weet van wat er straks toe gaat doen om tot een beslissing te komen. Super. Dat is het. En doorzetten, dat heb ik er ook uit geleerd. Ja. Doorzetten. Ja. Doorzetten, zeker wat. Ja. Fijn dat je was. Op de juiste account. Op de juiste account, ja. Goed, Jesse, bedankt. Ja, goed. En tot de volgende gelegenheid. Fijn, dankjewel. Voilà.